Het was het record van het afgelopen decennium. 71.000 woningen werden er vorig jaar opgeleverd. Maar het is nog lang niet genoeg. De vraag naar betaalbare huizen is enorm. En de voorspellingen voor de komende jaren zien er niet zo best uit. We spreken over de paradoxaal genoeg krimpende bouwsector. Met die vraag. Met de voorzitter van Bouwend Nederland, Maxime Verhagen. Hartelijk welkom. Ja, toch eerst even over de coronacrisis en de actualiteit. We hoorden net ook weer dat er een eerste sterfgeval is in de Verenigde Staten. Ik vraag u ook even als voormalig minister van Economische Zaken, een man met kijk op de nationale economie op zijn minst. Mm-hmm. Staat ons zware economische tijden te wachten? Nou, wat je ziet is natuurlijk die bedrijven die onderdelen halen uit China. Die krijgen meteen als eerste eigenlijk de problemen, omdat die invoer op dit moment redelijk stokt. Ja. En kijk, je zult wel maatregelen moeten treffen. Wij krijgen zelf ook als Bouw in Nederland krijgen we wel vragen. Dus we hebben ook op onze website hebben we voorlichting hoe om te gaan met mogelijke opkomende coronagevallen. We verwijzen ook naar de site van RIVM uiteraard, AWVN. Mm-hmm. Maar ja, voor economische gevolgen, het is, ja, je ziet de beurzen, zie je natuurlijk nu. Dat zien we allemaal. In het rood gaan. Maar de eerste klap krijg je dus voor die bedrijven die niet meer hun product kunnen maken, omdat ze geen onderdelen krijgen. Precies, want de fabriek van de wereld, China, die hier merk je de globalisering natuurlijk. Hè? Zeker. Hans de Boer van VNO-NCW, bij onze collega's van WNL vanochtend, schatte in dat de wereldeconomie in plaats van 3%, 1,5% zou groeien. En dat het in Nederland, die groei van 1% die voorzien wordt, ook ongeveer zou halveren. Zijn dat onrustbare? Is dat nou ja, kunt u daar iets mee? Nou ja, je hebt een bepaalde groei van de economie nodig om je voorzieningen te kunnen blijven financieren. Om ook nieuwe stappen te zetten. Kijk, als we gaan dadelijk praten ook over stikstof en PFAS. Mm-hmm. Om dat op te lossen, dat gaat geld kosten. Daar heb je natuurlijk ook overheidsgeld voor nodig. En dit komt erbij? En, dat komt er dus allemaal bij. Dus het komt wel, de druk wordt wat groter, ja. Ja. En bent u daar ernstig bezorgd over als voorzitter van Bouwend Nederland? Of? Wij zijn altijd bezorgd over. Als de economie krimpt, dan heeft dat direct gevolgen voor een sector als de bouw en de infra. Dat hebben we de vorige crisis gemerkt. De vorige crisis heeft de grootste impact gehad op de bouwsector. Hè. We hebben het meeste te lijden gehad van de economische crisis, mm-hmm. van welke economische sector dan ook. Dus je ziet dat over een krimpende economie, daar maken wij ons altijd zorgen. Ja. Op het eerste gezicht gaat het, zei het net zelf ook al een beetje, gaat het heel goed, hè, met de bouw. 71.000 nieuwe woningen vorig jaar, productie met 4% gestegen. Mm-hmm. Nou, dat is toch prachtig? Ja, dat is op zich mooi. Ik denk dat het met twee dingen te maken heeft. Eén, natuurlijk een enorm tekort aan woningen, dus dan stijgt de vraag natuurlijk fors. Je ziet dat zelfs die 71.000 woningen, dat minder is dan eigenlijk nodig zou zijn als je kijkt naar de bevolkingsgroei. En naar het woningtekort wat er is. Hè, want er zijn nu al 315.000 woningen tekort, mm-hmm. In Nederland. Maar van de andere kant, ik zei net van het vet op de botten bij de bouwsector was natuurlijk niet geweldig. Hè? Nee, wat zijn op dit moment de grootste bedreigingen voor u? De grootste bedreigingen voor ons zijn eigenlijk prijzen die je niet door kunt berekenen. Bijvoorbeeld zo'n PFAS, dat leidt tot extra kosten. Hè, omdat je ofwel grond elders moet inhalen, extra kosten moet maken om je grond kwijt te kunnen. Omdat er niet voldoende putten in de nabijheid zijn, mm-hmm. waar je die grond kwijt kunt. Die kosten kun je niet doorberekenen. En de marges zijn ongelooflijk klein in de bouw. Hè. Ik bedoel, als je ziet, een van de grootste bouwondernemingen die we hebben, op een omzet van 7 miljard, dat je nog geen 0,5% resultaat haalt, hè, winst haalt. Dat zijn dus echt hele kleine marges. Dus er hoeft maar iets fout te gaan. En dan zit je in de min. Maar zover is het dus, begrijp ik nog niet. Er gaan nu nog geen bouwbedrijven failliet. Jawel, er gaan zeker bouwbedrijven failliet. De nood is al hoog. Dat heeft te maken met het feit dat de laagste prijs bepalend is. Er wordt dus eigenlijk onvoldoende rekening gehouden met een gezonde marge. Mm. En je ziet ook op dit moment, kijk, waar het echt het hardst gaat in naar beneden toe, dat is in de infrasector. Daar heb je echt al een daling nu met 7, 8%.
En voorzien dat het Rijk en de gemeente volgend jaar nog veel minder gaan investeren in infrastructuur. Het is toch wel gek, want er wordt gezegd er moet heel veel gebouwd worden. Er zal ook heel veel gebouwd worden. Stientje van Veldhoven, de verantwoordelijke minister, zegt voor de grote stad gaat gelden dat voor 2030, dat is dus over 10 jaar... moet op elke 5 woningen moet er eentje bijkomen. Ja. Moet je eens even nagaan. Op elke 5 woningen eentje erbij. Gaat dat lukken? De vraag is enorm. Nou, met het huidige beleid gaat dat niet lukken. Ten eerste, zoals ik zei, de PFAS en de stikstof moeten worden opgelost. Ten tweede, je ziet op dit moment dat de plancapaciteit, dus de plannen die er in die gemeentes zijn, dat volstrekt onvoldoende is ten opzichte van de vraag. Wat bedoelt u met de plancapaciteit? In een bestemmingsplan dat er rekening gehouden wordt met een aantal woningen die elders die ergens gebouwd worden. Dat is onvoldoende. Dat is onvoldoende. Dus daar kun je nog zeggen op papier dat vaak iets klopt, maar dat het in de praktijk niet uitkomt omdat omwonenden bezwaar maken, omdat de vergunning niet gegeven wordt, et cetera. Dus je hebt plancapaciteit onvoldoende. Tweede is dat overheden elkaar in de weg zitten. Dat de gemeente zegt, ik wil hier 1000 woningen gaan bouwen, en de provincie zegt, nee, dat mag niet. Dus door decentrale beleid, dat je landelijk wel doelstellingen kunt hebben, maar dat die in de praktijk gewoon niet waargemaakt worden. Omdat je landelijk iets zegt, maar je gaat er helemaal niet meer over. Nee. Nou heeft de minister laatst ingegrepen bij Katwijk, want er lag ook een heel groot terrein, lag braak al lang, en er moesten woningen gebouwd worden, gebeurde maar niet. Gemeenteraad kon daar geen beslissing over nemen. Nou heeft de minister gezegd, nu moeten jullie aan de slag, anders grijp ik in. Ja. Bij één locatie, waar we al 10 jaar over praten, is nou ingegrepen. Ja. Dus u zegt, dat moet veel vaker gebeuren. Wat er moet gebeuren, is dat toch die decentralisatie van het woonbeleid, dat die teruggedraaid moet worden. Je zult een centrale regie moeten hebben. Als ik het recht op wonen staat in de grondwet. Hè. Mm-hmm. Dat is dus gewoon een grondrecht. Dus het Rijk heeft dat te veel zegt, u moet 75.000 woningen bouwen. We zien dus nu het aantal vergunningen wat afgegeven is 55.000. Dus we hebben al 315.000 woningen tekort. Ja. Dan nog bouwen we dus nu minder dan nodig is om dat tekort te gaan inlopen. Okay. Dus het wordt alleen maar groter. Dat helder. Tekort. Centrale regie, zegt u. Hè? Dus de minister in dit geval die zal dat meer onder haar hoede moeten nemen. Maar goed, u noemde het net ook al, de PFAS en het stikstofprobleem. Zullen we daar eens even op inzoomen? Want dat is toch ook wel interessant hoe daar de bestuurlijke werkelijkheid, als het ware, zich ontwikkeld heeft. Je zou kunnen zeggen dat u betrokken bent bij het creëren van dat stikstofprobleem. Niet met het stikstofprobleem, maar het programma aanpak stikstof, even los van het feit. Dat is die wetgeving die erover was. Dat was gaat. De wetgeving die er was, die maakte het juist mogelijk dat er weer gebouwd werd. En daarvan heeft nu, 8 jaar na dato, heeft de Raad van State gezegd, dat accepteren we niet meer, want het hielp in dat er in de tussentijd ook aan stikstofreductie gedaan werd. En dat is onvoldoende gebeurd in die afgelopen Even voor de helderheid. Dat PAS, programma aanpak stikstof, dat is jarenlang in ontwikkeling geweest. Begonnen in 2008. Dat ging toen verder onder uw staatssecretaris, Henk Bleker, 2011, 2010. 2011, denk ik. Ja, en 2012. En toen hetzelfde ministerie, was dat. Economische Zaken, hij staatssecretaris, ook voor landbouw. En uw minister daar. Ja. Zelfde partij, CDA. En hij bereidt die wetgeving verder voor. Eén moment nog, die later dus ten uitvoer wordt gebracht door Sharon Dijksma. Nee, ingediend. Die wordt dus de wet is ingevoerd door Sharon Dijksma. De voorbereiding die vond in elk geval plaats onder uw ministerschap door uw staatssecretaris. Ja. Had u niet in de gaten wat daar gebeurde? Nee. Omdat het programma aanpak stikstof inhield, en dat was dus breed ook in de Kamer. Oorspronkelijk is het bedacht door Kamerleden van PvdA en CDA, Diederik Samson en Koopmans. Dat hield in dat juist vanwege de noodzaak dat je stikstof moest beperken, dat je eigenlijk een vergunning kreeg om te gaan bouwen onder de voorwaarde, of om uit te breiden onder de voorwaarde dat je later die stikstof in communiceert. Ja. En toen daarover heeft de Raad van State dus gezegd. In 2019, precies, dus heeft gezegd, jaren dat later, is geen goede werkwijze. Klopt, want die zeiden van jullie hebben onvoldoende stikstof gereduceerd. Ja. En dus zetten we nu de rem erop. Ja. Maar diezelfde Raad van State die zegt ook dat in het laatste advies dat ze voor die sectoren
die nauwelijks of geen bijdrage leveren aan de stikstofuitstoot. Dus het probleem nauwelijks verergeren. Beval 0,6%. Ja, maar niet, zeg ik. RIVM zegt 0,6%. Okay. Ja, ja, ja. En het MESDAG zegt 0,1%. Ja. Dus maar laten we zeggen RIVM. RIVM zegt 0,6%. Dus je draagt nauwelijks bij aan de stikstofuitstoot. En desalniettemin, omdat je geen vergunning krijgt, zet de overheid een streep erdoor. Ja. Dus je mag niet meer bouwen. En dat is dus het vreemde, want zelfs de Raad van State zegt dat als de uitstoot gering is en het algemene belang heel groot is om die activiteit door te laten gaan, dat het dan voor de hand zou liggen om een sectorale drempelwaarde te maken. Daar zou de bouw mee geholpen worden. Maar daar heeft de politiek nu, nadat deze uitspraak in mei gekomen is, we leven nu in maart, en heeft nog steeds niks aan gedaan. Het is dus een bestuurlijk onvermogen om het probleem op te lossen. Maar meneer Vragen, waar ik even benieuwd naar ben, en dat noemde ik net de navrante bestuurlijke werkelijkheid in ons land soms. In die jaren 2010, 2011 was u dus als minister zijdelings betrokken, of in ieder geval ook medeverantwoordelijk. Niet betrokken, maar goed. Ja, medeverantwoordelijk. Medeverantwoordelijk voor die wetgeving die later door de Raad van State op het gebied... Ik was niet verantwoordelijk voor die wetgeving. Want die u wetgeving was minister op het ministerie waar dat werd. Die wetgeving is niet ingediend in die tijd. Die is nadien ingediend. Ja, oké. Okay. Ja. Ik zei betrokken bij de voorbereiding. Ja. Dat klopt allemaal. En nu werd u laatst gefotografeerd met GroenLinks en de Partij voor de Dieren. Ja. En ging het opeens over de natuur? Oh nee, maar kijk, waar u dus eerst de boerenbedrijvigheid heeft bevorderd, ging het nu over de natuur? Waar het nu om gaat, is hoe los ik het probleem op? Het probleem in 2011 is opgelost met het programma aanpak stikstof. Daarvan zegt in 2019 de Raad van State, dat is geen goede oplossing, u moet een andere oplossing komen. Sindsdien zien we een kabinet waardoor bestuurlijk onvermogen geen oplossing heeft, nog na 9 maanden. GroenLinks, kun je zeggen wat je wilt of niet, maar die komen met een totaalpakket. Die komen met een totaalpakket van natuurherstel. Mm-hmm. En willen we het probleem oplossen, dan zal er in ieder geval natuurherstel moeten komen. Het kabinet komt nu met 100, 200 miljoen voor natuurherstel. We hebben samen met de natuurorganisaties hebben daar naar gekeken. Wil je werkelijk natuurherstel doen wat mogelijk maakt dat je de stikstofuitstoot compenseert, dan hebben we het over 1 miljard per jaar gedurende 7 jaar. Dus over echt hele andere bedragen dan het kabinet. Ja. Daarnaast zul je het bij de bron moeten aanpakken. De stikstofuitstoot moeten reduceren. Daar zijn we ook als bouw toe bereid. Die, ook al leveren we maar 0,6%, dan ook zeggen we, laten we nou een programma gaan kijken in een meerjarentijd hoe je kunt komen tot reduceren. En het kabinet heeft tot nu toe alleen gezegd, ja, we gaan wat boeren uitkopen en we gaan de boeren ook helpen met het verduurzamen van hun productiemethode. Maar er is nog geen liter minder melk geproduceerd sinds het uitbreken van de stikstof. En dus voor de bouw is er niks gebeurd. Dus u zegt eigenlijk, ja, de boeren die krijgen alle aandacht. De boeren die staan op de voorpagina's. En daar is niks mis mee. En de bouwers die veel minder aandeel hebben in die stikstof. Die worden in de kou gelaten. Ja. Om een ander voorbeeld te noemen over de PFAS. Als ik zie dat in mei vorig jaar DuPont Gemoers, hè? Dat het bedrijf wat die rommel maakt, hè? Voor de teflonpannetjes. Die krijgen in mei vorig jaar een vergunning om 7 kilo PFAS te lozen op de rivier. En de bouwer mag 0,1 microgram verplaatsen, en that's it. Hmm. En dan denk ik, ja, waar hebben we het over? Zullen we eens kijken, hoe gaan we dit probleem aanpakken? Dus heeft uw lobby in Den Haag onvoldoende kracht om dit soort dingen tegen te gaan? Kijk, wat wij gemerkt hebben, is dat door de toenemende druk ook van bouw in Nederland, dat we wel gezien hebben dat er een aantal maatregelen genomen zijn die de zaak deels verlicht hebben. Arius-model, PFAS is wat verruimd, het handelingskader in december. En door de creativiteit van bouwers die hebben kunnen schuiven met werken, is ook de economische gevolgen tot nu toe enigszins beperkt geweest. Maar waar het om gaat, is dat doordat de partijen elkaar gevangen houden op dit moment, dat er niet een totaalpakket komt. En dat totale pakket, dat houdt in natuurherstel, dat houdt in bronaanpak, dat houdt in zorgen dat je ook komt tot een emissieloze uitstoot, hè, van bijvoorbeeld bouwmateriaal. Dat kun je doen door ook opkoopregeling te maken. Je moet echt zorgen voor het naar voren halen van achterstallig onderhoud, zodat je in ieder geval de capaciteit bij de bouwbedrijven overeind houdt.
En kom nou eens met een totaalpakket. Wat heb ik nodig? En dan gaat u die nog kunnen rijden. Dan gaat u die 75.000 betaalbare woningen bouwen. En op het moment dat je een normale prijs krijgt, want laten we één voorbeeld noemen. Ja, tot slot. Zo'n voorbeeld. Een emissieloze generator, die kost 8 keer zoveel. Die kost 180.000 euro als een dieselgenerator. Die kost 20.000 euro. Je zult dat dus wel moeten betalen. Op het moment dat ik alleen maar voor de laagste prijs ga, zal het niet lukken. Dus je moet ook bereid zijn om voor die maatregelen die nodig zijn om daar een prijs voor te betalen. Ik wens je er veel succes bij. Hartelijk dank. Graag gedaan.